We zijn hier vandaag op Lentaar Diessen, waar een World Café Biobased Economy wordt gehouden. Biobased Economy is wel een nieuwe manier van omgaan met je grondstoffen. Dus het is meer gebruik in plaats van verbruik. Dus hoe kunnen we onze materialen beter gebruiken in de toekomst? Kijken hoe je van biologische grondstoffen van alles kunt maken. Energie, maar ook medicijnen, bijvoorbeeld verpakkingen, plastics. Hè. Dus alles waar nu olie in zit, zou je kunnen zeggen dat zou je willen vervangen op den duur door biologische grondstoffen. En dat noemen we dan biobased economy. En wat we vandaag doen, dat is vooral vooruitkijken hoe je het op een andere manier kunt doen dan je gewoon bent. Dus meer halen uit natuurlijke producten, landbouwproducten. Nieuwe kennis die inmiddels de technologie is ontstaan, beter toepassen om die extra bio-economie-lijn te ontwikkelen. Dat is wat we doen. En we zijn partners van overheden, van bedrijven, van scholen. Mensen zowel vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar gaan verbinden. Creatieve manier om echt mensen met elkaar in contact te brengen. Waar we op uit zijn, is kijken of er vandaag mensen die normaal gesproken niet direct met elkaar in contact komen, of die van elkaar kunnen leren. Nou, het is natuurlijk erg belangrijk om mensen vanuit verschillende disciplines en achtergronden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, met elkaar die mogelijkheden te leren verkennen. Nou, als we één ding in Nederland sterk zijn, dan is het in netwerken. Wij kennen elkaar, we zitten hier op een paar honderd vierkante kilometer, met een heleboel chemie, een heleboel food and agri kennis, een heleboel landbouwers, een heleboel ondernemers. Wij vinden elkaar hier, ik merk in andere landen dat men daar heel erg jaloers op is. Dus wij kunnen heel snel zaken doen. Ik denk dat het ook vooral heel inspirerend is. Je ontmoet nieuwe mensen, er komen nieuwe ideeën uit. Die willen we opgooien. Met oog voor de toekomst. Dit is een enorme kanssector. Totaal duurzaam en zeer winstgevend, denk ik. Ach, zonder zaaien kun je niet oogsten. Dit zaait, denk ik, bij een heleboel van de aanwezigen hier. Ja, de overtuiging van dat kunnen we samen beter en dat zal in de komende jaren blijken.